Hoi, leuk dat je kijkt naar deze video. Met vandaag spelen we weer Minecraft. Het is weer een nieuwe serie. Voordat we beginnen wil ik even iets laten zien. Het is niet heel... Ja, kijk. Ja. Ik ben geflikkerd. Ik zat te rennen. Dat waren in een bos. We waren lekker aan het wandelen met de hond. En ik was aan het rennen. En ik ga uit... Op, zo rechtover. En ik glee over een betonnen plaat door. Dus ja, dit. Ik ga het niet op camera laten zien hoe het eruit ziet. Want dan wordt het helemaal verkeerd opgevat. Maar deze. En. Deze. En. Deze. Heb ik allemaal in verband. Ja, de C. Nice. Goed. Nou, ik dat heb gezegd. Gaan wij even nu weer lekker beginnen. Hallo iedereen, leuk dat je video mijn is. Vandaag spelen we weer Ziek. Vandaag spelen we Minecraft. Is weer een nieuwe serie. Gewoon normaal survival. Normaal. Gewoon, ik bedoel, de mode is survival. Maar het is een survival met een mod. Zoals je ziet, dit is al anders. Hier kan ik zien hoe ik iets craft. Dus dan wil ik dit zien. Craft je zo. En met deze knop dan kan je het, als je die spullen hebt, zo maken. Maar het is een mod. Ik begin alvast trouwens. Dit is een mod, de Create mod. De Create mod houdt in dat je met behulp van machines eigenlijk ook gaat survivalen. Nou zijn die machines helemaal niet nodig. De hele game verandert daar niet door. Je kan eigenlijk ook gewoon normaal survivalen. Maar het is gewoon super vet. Al heb je machines en lopende banden en dat soort dingen. Wat ik wel even kan laten zien is dit. Hier. Ja, je hebt echt verschillende. Je hebt watermolen, zeg maar. Je hebt allemaal... Dat. Je hebt buizen, je hebt pijpen, je hebt nieuwe blokjes. Het is heel uitgebreid. Ook nieuwe chats. Nou is dit niet heel erg belangrijk. Maar weet je wat, wij gaan gewoon lekker beginnen. En mijn idee is, als we een village tegenkomen natuurlijk, maar al vinden we geen village, dan maakt het helemaal niks uit, want we hebben ook waarschijnlijk geen villagers nodig. Oh mijn god, jongen. Oh my god. Weer een fucking village. Weet je wat? Ik ga hier niet bij een village wonen. Nou, wel vlakbij. Ik ga daar wonen. Het is daar mooi vlak. Echt, jullie kunnen... Bijna elke survival terugkijken. Jullie kunnen elke survival terugkijken. Maar in bijna elke survival... Heb ik... een village vlakbij. Niet normaal. Even kijken waar het een goed vlak plekje is. Ja, daar denk ik. Let's go. We gaan lekkertjes beginnen. Even kijken. Ja, je kan dus dit maken. Je kan dus gewoon raampjes maken. Ja, tot nu toe heb je nog niet zo heel veel bijzondere dingen. Laten we eerst even de village gaan bekijken. Gewoon even looten. Kijken of we wat, misschien wat armor kunnen vinden. Ik weet niet of er een blacksmith is. Maar als dat er is, kunnen we dat zeker doen. Ook misschien daar gewoon als dat handiger is. Ik zie niet zo 1, 2, 3 blacksmith. Maar eten is ook altijd chill natuurlijk. Ja, kijk, de bedoeling is dus, ja, je hebt een source nodig, een power source. Dat betekent of een windmolen maken, of een waterwiel maken, of wat heb je nog meer? Gewoon een motor, maar dat moet je wel fuel gebruiken natuurlijk. Maar goed, dat kan dus allemaal. En dan kan je lopende banden toevoegen, tandwieltjes en dat soort dingen. Emeralds. Impuls.
Je kan ook automatische farms maken. Dat kan sowieso. Maar met deze mod kan dat veel vetter natuurlijk. Farms maken en zo. Ik neem dit mee. Dates neem ik mee. Ik neem mijn petje mee. Ik zet hier alvast mijn spawn point. Nee, ik zie niet zo 1, 2, 3. Blacksmith is ook niet zo'n grote village. Ook volgens mij de eerste keer dat het een keer niet zo'n grote village is. Even kijken, wat gaan wij doen? We gaan een zwaard maken. Nee, een bijl. Hup. Oh, ja. Ik heb ook een World Edit mod geïnstalleerd. Het is niet voor deze wereld bedoeld. Maar het gaat automatisch mee. Ik ga het natuurlijk niet gebruiken, want dat is cheaten. Maar het gebruik je... Dat komt in beeld als je een houten bijl gebruikt op een blokje. Ah! Motherfucker. Kom hier dan, hè. Hop. 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 Yo. Oké, nou, dan hebben we wat iron. Denk ik dat ik er gelijk een pickaxe mee ga maken. Want we moeten natuurlijk ook minen. En je hebt trouwens ook nieuwe oors. Twee nieuwe oors, als ik het goed zeg. Ik weet even 1, 2, 3 niet welke dat is. Hoe dat heet, bedoel ik. Ik heb ook een survival wereld met dit allemaal, deze mod. Waar ik ook op speel. Waar ik het eigenlijk allemaal heb op getest. En ik geloof het is heel vet. Ik heb een automatische bomenfarm gemaakt. Sorry. Ik heb een automatische bomenfarm gemaakt. Wat hout in een kist dumpt. En dat hout wat in de kist zit. Gaat weer een lopende band op. En dat gaat naar een plek toe waar dat hout tot kool wordt gesmolten, zeg maar. Dus dat is wat ik heb gemaakt. Laten we hier gewoon erin gaan. Oh ja, koper is in deze mod ook best belangrijk. Oh jeez. Kool. Ja. Gewoon cool. Dus hey. Let's go. Ja, kijk. Dat bedoel ik. Dat is dus ook een nieuw blok. Het is best wel uitgebreid. Moet ook ijzer hebben en zo. Ja. Dus hey. Here we go. We gaan even lekker wat minen. Here we go. Oh, kijk. Ja, hier kom ik zo op terug. Wauw, maar één iron. Zo zielig. En cool. Dat is dus een nieuwe oor. Zaaik of zo heet het. Zink. Zink of zo. Ik denk dat zink. Ja. Daar kan je gewoon dingen mee craften. Dan moet je en de site alloys meemaken of zo. En dan kan je weer. Nou goed, het is allemaal best ingewikkeld als je nieuw hier bent. Geloof me, ik vond het enorm ingewikkeld. Maar het is toch allemaal goed gekomen. Oh ja, en over Andesite alloys gesproken. Jezus. We moeten ook Andesite mee. Fuck you. Ik dacht al, hij schiet zo snel, maar het waren dus gewoon twee. Ja, en dus dat moet ook heel veel hebben. Want daar moet je echt veel mee craften. Dus dat gaan we ook even lekker meenemen. Dus here we go. Volgens mij werd ik alweer beschoten. I don't know van waar. Goed, gaan we. Let's go. Oké, dan is dit denk ik wel genoeg. Redelijk genoeg. Is nog wat koper. Die blokjes, die nieuwe blokjes die er zijn. Zeg maar dat. Of dat.
of dat, heb je niet zozeer nodig. Het is meer voor bouwblokken. Tenminste, zover ben ik nog niet gekomen dat ik dat nodig had. Dus waarschijnlijk heb je het ook niet nodig. Ja. Nieuwe structures zijn er niet, dacht ik. Het enige probleem is, als ik iets wil gebruiken waardoor ik iets laat draaien. Zeg maar, als ik iets wil laten draaien. Oh, hier is die klootzak dus. Als ik iets wil laten draaien met mechanismes, dan glitcht het. Dus het werkt wel, maar je ziet het niet. Die blokjes verdwijnen. Dat is best wel irritant. Het komt wel. Maar het komt wel, dat zien jullie later wel. Dit is gewoon een mining sessie om gewoon even wat stuff te krijgen. Wat iron, wat koppen, wat materialen. Om verder te kunnen in deze survival wereld. Dus hey, ik ga gewoon even minen en dan zie ik jullie zo weer terug. Tot zo. Nou, kijk nou eens wat ik vind. Mineshaft. Oké, ik weet niet of dat gunstig is in deze mod trouwens. I really don't know. Ik neem ook redstone mee. Volgens mij dat heb ik dat ook nog voor iets nodig. Ja, ik weet echt niet. Kijk, in die andere wereld van me heb ik natuurlijk wel wat gedaan, maar echt niet veel. Nou, niet veel, wel veel. Maar nog lang niet alles. Dat bedoel ik. Deze mod is zo fucking groot. Dat is niet normaal. Hier nog dat. Oh, creeper. Oh, man. Gepickaxe. Let's go. Hey, man. Die volk. Echt maar, laat me. Laat me. Hey. Huh? Oh, dat is gewoon. Ik dacht, het is netherrack. Ik dacht van, what the fuck? What the fuck? Ik dacht, what the fuck? Ja. Is dat niet. Nou. Dat is een spanner. Lol. Dit is een spanner. Ik wil ook een schaafhond. En dan leun ik op een stoel. En dan doet dat een beetje zeer. Oh, hallo. Je kan volgens mij ook spanners oppakken in deze mod met een minecar. Stel je hebt Minecraft gespeeld. Wisten jullie toen nog die oude tijden dat je dan gewoon veel levels kreeg met een spanner weghalen? Good times, man. Good times. Nou, ik denk niet dat er nog verder wat is. En ik denk ook dat we verder weer omhoog kunnen. Dus hey, dat is mooi. Dan gaan wij nu beginnen aan de eerste dingetjes in deze wereld. En dat is ten eerste een source maken aan energie natuurlijk. Je kan er ook nog best wel veel van leren ook. Aangezien, ja, het is toch 25 blokken. Aangezien het is toch allemaal mechanisch wat je doet, hè. Zeekijkers, daar kan hij heel veel van leren. Nou, hé, ik ga omhoog. Ik zie jullie zo boven. Succes. En als het goed is, zijn we hier dan weer? Ja. Ja, 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 hier waren we. Toch? Ja, 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 hier. Oké. Kom maar, ik heb niet eens genoeg steen. Oké, goed. Laat ik maar nou eerst wat iron smelten. Dan ga ik nog wel wat steen hakken hier. Nog wat ovens te maken.
Ja, dan wil ik denk ik een waterwiel maken. Want dat is toch wel. Voor het begin is dat toch wel het beste hoor. En volgens mij is dat ook een van de beste source aan energie. Oh. Wow. Oei, 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 oei. Kijk, het is mooi. Meteen nog even twee erbij. Dan doe ik hier koper in en hier dat zink. Hout heb ik niet echt veel. Maak even een dubbele kist, zodat wij daar onze shit in kunnen dumpen. Ja, ten eerste natuurlijk even weer. Even weer een pickaxe. En ook gelijk een axe. En een skeppy. Oh ja, we moeten ook kelp hebben. Voor lopende banden heb je kelp nodig. Ik zit hier in de buurt. Ja hoor. Oh, wat een perfecte spawn. Lekker. Oké, water. Dan pak ik even dirt voor nu. Oh, we moeten ook crushers hebben en zo. Kijk. Oké. Okay. Even. Auw. Oké. Okay. Laten we even kijken. Kijk, je kan het allemaal maken. Heeft ook niet zoveel zin nog. Even kijken. Wij willen natuurlijk een waterwiel. Dat kan makkelijk, volgens mij. Ja, dat was gewoon een paar houtjes. Ja. Large cogwheel. Dat is een enzyte alloy. Vier knopjes, vier planks. Ik heb hout nodig. Dus wat doe ik? Ik doe dit, dit, dit. En daarom wil ik ook als een van de eerste machines, als dat lukt, een bomenfarm hebben. Zodat we gewoon infinite hout hebben. En dat we gewoon uit de kist kunnen jatten. En dan, goed, je snapt hem. Dus ik hak nu even lekker wat hout. Zodat we weer lekker verder kunnen craften. Ah nee, dit is zo groot. Nou, ik ga hem gewoon lekker terugplaatsen. Misschien had ik ook wel die bomenmot erin kunnen doen. Dat je gewoon onderste blok jakt en het is weg. Maar goed, maakt niks uit. Daar is nog zeppelings die gevallen zijn natuurlijk. Pakken we weer wat logs. Okidoki. Goed. Ja, wij wouden cogwheels. Dan hebben we deze nodig. Dan hebben we deze nodig. En de side alloy. Oh, dat was met nuggets. Of zink nuggets. Wat is dan nu even goedkoper? Ik denk zink nuggets. I'm sorry. I'm sorry. Oh. Kijk, en dan doen we zo. En dan staat alloy. Hop. Kaboom. Nu kunnen wij een cogwheel maken. Nee, dat heb ik nog. Kunnen we die maken. En dan kunnen wij een waterwiel maken. Als we nog wat slabs maken, kunnen wij een waterwiel maken. Kijk. Perfect. Dat ik hier wat dirt. Ik doe voor nu gewoon even wat dirt hoor. En dan wil ik hier denk ik eerst de power source maken. Wat we dan doen is graven in de grond, drie blokken. Dan bouwen we dit eromheen. Zo.
Dan is het natuurlijk beter als het zo stroomt. Dus dan zetten we het water hier. En dan gaat hij zo. En dan gaat hij eromheen en dan gaat hij weer terug. Dus dan gaat het extra snel. Kijk. It's alive. Pakken we deze weg. En dan draait hij hier. Ach, we kunnen eigenlijk ook wel... gewoon dit doen. Dat is toch, dat werkt ook wel, toch? Dat kan ook. Nee. Zo. Godverdikkie. Godverdinkie dinkie. Wat we dan gewoon moeten doen is dit zo. Hup. Hup. Shit. Hup. 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 Nou boeit dit niet zo erg. Dus doen we zo, zo, zo. Mooi. Ja, toch? Perfect. Zo. Mooi. Daar zit een mooie watersoors. Dat loopt zo. Prrt. Mooi. Mooi, 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 mooi. Wat we nu kunnen doen... alles dumpen eerst... is we kunnen als goede shafts, heet dat. Shafts, hier. Met twee andesite alloys kan het maken. Ja, ik moet dus wel wat meer andesite alloys maken. Dat is geen probleem. Alloy. Kijk. Dat is lekker wat. En dan kunnen we dat into shafts maken. En dan denk ik vast, wat is je... Dit is ook vet trouwens, als ik dit doe... Op, dan zie je een hele tutorial hoe je dat kan gebruiken. Goed, shafts kan je dus hierop doen. Draait het mee. En hier kan je dus cogwheels op doen. Dus draaitanden. En dan kan het dus contra draaien of sneller draaien. Of, nou goed, hoe je dat op dat moment wil gaan gebruiken. Nou zit ik te denken... Wat willen we als eerst maken? Hij draait nu naar links, toch? Ja, kijk. Large cookwheel. Maak je ook weer kleine cookwheel. Cook. En een side en buttons. En een side en buttons. Nou, doe maar gewoon. Oh, doe maar gewoon zo. En de helft pakken. Kijk. Easy. Oké. Dan doen we zo. Hup. En dan kunnen we als het goed is hier zo. Kijk. Dan loopt dat veel sneller. En dan kunnen we nog zeggen van... We doen... Zo, zodat het contra draait. Nou... Nou goed, maar dat komt wel. Dus dit gaat lekker mooi en goed. Dan wordt dit denk ik de eerste video van deze nieuwe serie. Van alles dumpen. Nou jongens. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond het leuk om met het duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Abonneer zeker op mijn kanaal. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later. Doei. Oh, doei.